Ze zijn niet meer weg te denken uit de schappen van onze supermarkten. Biologische producten. Maar hoe biologisch is eigenlijk de Nederlandse landbouw? Eerst de supermarkt. In 2017 was ongeveer 3% van alle voedingsmiddelen die we daar kochten biologisch. En zo'n 14% had een duurzaamheidskeurmerk. In 2017 was in Europa ongeveer 7% van de landbouwgrond bestemd voor biologische landbouw. Ruim 2 keer zoveel dus als in Nederland. En koplopers op dit gebied zijn Oostenrijk en Estland, waar respectievelijk 23,4 en 19,6% van de landbouwgrond biologisch wordt gebruikt. Kijken we naar Europa, dan worden vooral granen biologisch geteeld, terwijl in Nederland dat juist groenten en aardappelen zijn. De laatste jaren neemt de biologische veeteelt in Nederland toe. In 2018 werd ongeveer 3,4% van de veestapel in Nederland biologisch gehouden. En in 2017 was dat nog 2,7%. Vooral het aantal biologisch gehouden geiten is in de afgelopen jaren toegenomen. Toch speelt de biologische veeteelt in Nederland nog een relatief kleine rol. Nog geen 2% van alle melkkoeien en nog geen procent van alle varkens wordt biologisch gehouden. Hierin streven landen als Denemarken en Oostenrijk Nederland voorbij. Als je meer wil weten over Nederland en Europa, ga dan naar onze webpublicatie Nederland langs de Europese meetlat, te vinden op cbs.nl.